Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Monique Verbouwd, klinisch psycholoog, werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dag Monique. Hallo. Welkom hier. Dank je. Ja, de reden voor jouw uitnodiging betreft eigenlijk de ontwikkelingen die we zien bij jongeren in de afgelopen periode, de afgelopen 2 jaar. Ja. En wat de weerslag is geweest eigenlijk van ook alle maatregelen, of de pandemie als geheel, op hun geestelijk welzijn. Ik heb je daarover horen spreken en dat raakte me nogal. Ik denk ook dat het zeker in de beginperiode nog eens onderschat wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor jongeren. Ja. Met name ook degenen die wat zwakker staan. Laten we eens beginnen, gewoon chronologisch. Ja. Je bent werkzaam als klinisch psycholoog. In maart bereikten we jullie ook natuurlijk ook het bericht van de lockdown. In april lagen de scholen plat. Hoe kwam dat nieuws bij jullie binnen? Nou, aanvankelijk dachten wij wel dat het een enorme weerslag zou hebben. Dus wij dachten direct, dit gaat een enorme toename van klachten en gedragsproblemen met zich meebrengen. En zeker in het gebied waar mijn expertise ligt, in de ontwikkelingsstoornissen, autisme-spectrumstoornissen, neurobiologische stoornissen. Daar zagen we ook een andere beweging en die vonden we ook wel heel bijzonder om te zien gebeuren. Want we zagen ook kinderen en jongeren, we waren namelijk heel erg bang dat doordat de scholen gingen sluiten, dat de structuur weg zou vallen, dat het enorme veranderingen met zich meebracht. En dat is nou juist de groep jongeren en kinderen waar ik mee te maken heb, die daar zo kwetsbaar voor zijn. Omdat ze hebben een hoop kwaliteiten, zeggen wij altijd, maar hun manier van informatie verwerken loopt over het algemeen anders dan die van ons. Gaat vaker via omwegen. En dat maakt ook dat ze daardoor zoveel structuur en voorspelbaarheid nodig hebben. Omdat informatie altijd via omwegen eigenlijk loopt. En hoe meer structuur er is en hoe meer routine er is, hoe minder ze die omwegen hoeven te lopen. Dat is eigenlijk de klassieke rustreinheid, regelmaat, daar zijn zij bij gebaat. Daar zijn ze enorm bij gebaat, ja. Dus wij waren heel bezorgd dat, die kinderen kwamen plotseling thuis te zitten, dat een enorme negatieve weerslag zou hebben. Ja. En voor een groep was dat zeker het geval. Maar we waren ook verbaasd om te zien dat er een groep was voor wie dat niet het geval was. Die het eigenlijk wel heel oké vonden dat ze thuisonderwijs kregen. Die het eigenlijk wel heel oké vonden dat ze niet meer dagelijks naar school toe moesten, waar een hoop prikkels zijn, waar een hoop geluiden zijn, waar veel kinderen op dezelfde omgeving zitten. Wij dachten, dat is toch bijzonder. Bijzonder dat die kinderen, dat die daar minder last van hebben. Ja, het legt misschien ook iets bloot over ons eigen onderwijs, maar daar kunnen we het dadelijk nog over hebben. Ja. Maar dat was dus eigenlijk in de fase toen jullie het nieuws jullie bereikte, maakte je eigenlijk veel zorgen over een bepaalde groep. En toen, want dit was natuurlijk in laten we zeggen, voor jullie vanuit een wetenschappelijk perspectief ook een reusachtig experiment. Wat gebeurt zeker, hier? Zeker. Ik weet ook zeker in het begin, denk ik, toen we met z'n allen ook de omvang en de duur en de impact echt nog niet konden overzien, dat we als psychologen ook tegen elkaar zeiden, dit is ook wel heel erg interessant wat hier gebeurt. Als het niet zulke nare gevolgen zou precies, hebben. Precies. Maar omdat we toen ook de ernst van de gevolgen en ook de langdurigheid, we hebben natuurlijk in het begin ook gedacht, we hebben een periode, een lockdown en daarna is het over. Of daarna. En dat begon natuurlijk langzaam door te sijpelen, dat helemaal niet het geval was. Ja, want je begint nu met deze groep, hè, en daar kunnen we het zo ook nog wel eventjes over hebben. Maar ook in jouw verhaal toen heb je ook wel hele verontrustende dingen naar voren gebracht, die eigenlijk met de tijd
aan het licht kwamen. Precies. Die ook heel diep eigenlijk ingrijpen in zo'n kinderleven. Ja. Maar goed, dus je zag in die beginperiode, dat was jouw eerste kennismaking. Dat het met laten we zeggen, een deel van jou... Ja, dat gold dan eigenlijk vooral voor de groep die zo gebaat is bij die rust, reinheid en regelmaat. Die kon gewoon rustig thuis zitten nu. Precies. Ja. Die had minder prikkels en was meer overzicht. Dus dat gaf hen ook in zekere zin rust. Waardoor er dus ook minder gedragsproblemen waren. Interessant. Maar er was ook een groep, en dan denk ik vooral aan de kinderen en jongeren met angststoornissen en met depressieve stoornissen. Die zagen we wel direct een vergroting hebben van hun problemen. Ja. Kijk, als iemand depressief is, wat ga je dan doen? Dan zeg je, ga naar buiten, hè? Ga activiteiten doen, zoek vrienden op, zoek afleiding op. Ja, en dat was natuurlijk in een periode van een lockdown, waarin in feite gezegd werd, ga allemaal gewoon stil in je huis zitten. Dat is een tegengesteld advies en dat konden ze ook niet opbrengen. Dus voor die groep zagen we wel een enorme verslechtering, eigenlijk vrij snel al. Ja, want dat is bij je hoort ook hè, dat er een toename is van kinderen met depressieve klachten. Dat is sowieso al decennia gaande. Ja. Maar dit is dan ook bijna het huis, tuin en keukenadvies waar je mee begint. Dus, dat is, ja. Gewoon ga lekker buiten spelen. Precies. Wat kunnen we doen om jou te activeren? Fysieke beweging is dus belangrijk. Dat is ook heel belangrijk, ja. En dan gewoon sociale ontmoetingen, mensen die je tegenkomt. Dat je de energie van anderen ook krijgt. Precies. En dan is een scherm niet genoeg. En dan is een scherm niet genoeg, nee. Dat is dus een scherm doet dat niet. Nee. Ook niet wanneer je met vriendinnen. Ja, dat doet wel wat, maar dat is niet. Je ziet dan ook niet in de fysieke aanwezigheid. Ja, en met een scherm is er toch er zit letterlijk iets tussen. Ja, dus energetisch is voor die groep juist belangrijk dat ze fysiek contact hebben. Ja. Of in ruimte met anderen. Precies. En dat je ook met andere activiteiten onderneemt. Ja. Dat je naar de stad toe gaat, of dat je gaat winkelen, of dat je, dat is allerlei vormen van activatie eigenlijk. Dat is bij die groep eigenlijk heel erg van belang. Ja, wat zag je in die periode dan? Je zegt, we hebben die verschillende groepen. Nu heb je het over die kinderen met angststoornissen en depressiviteit. Wat kwam je tegen in die eerste lockdown? Nou, in de eerste periode, we hebben al langer te maken met een toename van complexiteit van problemen. En dan de complexiteit zit hem erin dat het niet meer, enkelvoudig is dat je wel eens somber bent, maar dat samenvalt met dat het op school lastig is, dat samenvalt met uitsluiting in groepen, op de social media bijvoorbeeld, dat samenvalt met ouders die het ook heel ingewikkeld vinden om met een kind met een kwetsbaarheid om te gaan. Dus, en die het zelf druk hebben of zelf ook problemen hebben. Dus we zien eigenlijk dat er steeds meer complexiteit is. En dat die complexiteit is dat al die problemen als het ware interfereren met elkaar. Dat zagen we ook in die eerste lockdown, waarvan we ook wel wisten, bijvoorbeeld bij de allerjongste kinderen, dat we ook zagen, dat of daar ook veel zorgen over hadden en dat ook wel terugzagen, dat het aantal kinderen wat verwaarloosd wordt of wat mishandeld wordt, en dat dus niet in een veilige thuissituatie zat, dat het zicht vanuit school heeft altijd een hele belangrijke signaalfunctie daarover, zicht vanuit hulpverlening, zicht vanuit netwerk, dat afnam omdat een gezin thuis kwam te zitten. Dat we bezorgd waren over toename van die klachten. En dat bleek ook. Ik heb wel gehoord dat aanvankelijk er juist minder meldingen waren. Er waren wel minder meldingen, maar de vraag was, Wat zit eronder? Wat zit eronder? Ja, hè, dus dat we het ook minder zagen. Precies. Want nogmaals, het is maar zelden dat ouders zelf zeggen, ik verwaarloos mijn kind, help mij. Ja. Dus daar is vaak een signaalfunctie van anderen van nodig. Had er zelf geen zicht meer op? Nee. Ja. Nee, ik weet ook wel van, zeker op de basisschool, dat leerkrachten ook heel erg bezorgd waren omdat ze het zicht op hun kinderen kwijtraakten. Ja. Ja.
Goed, dan ga je de zomer in. Zitten we in het, het najaar van 2020. En dan hebben we naar de winter toe. Toen hebben we vervolgens eigenlijk nog een verscherping van de maatregelen gekregen. Ja. Ja. Met de avondlockdown die erbij kwam. Toen hebben we ook wat relletjes gehad, met name zeker bij adolescenten. Ja. Of pubers. Zag jij ook de problematiek veranderen of toenemen in die periode, zeg maar? Ja, ik denk dat in die periode de uitzichtloosheid voor ons allemaal steeds meer, steeds helderder werd. Het werd steeds helderder dat het niet zomaar weggaat, dat het nog heel lang kan gaan duren. En dat is natuurlijk voor kinderen en jongeren die in hun, ja, we zeggen dan dat is een executieve functioneren, hè, dus zeg maar dat plannen en organiseren, in de toekomst kunnen kijken, dat is het laatste eigenlijk in de adolescentie wat zich ontwikkelt. Ja. En dat is het kunnen overzien, ja, maar dit is een periode en die is eindig en dan daarna gaan we dat op een andere manier organiseren. Ja, dat is al, zeg maar, ontwikkelingspsychologisch gezien, is dat lastig voor hen om te kunnen overzien. En dat was voor ons volwassenen, denk ik, ook ging dat steeds meer postvatten. Dat we zelf ook dachten, wat gebeurt er, hoe lang gaat dit duren? En ja, nou, het is nu voor 2 weken, maar dan wordt het weer verlengd. En dus dat die uitzichtloosheid steeds meer een rol ging spelen. Ja, en dat maakte dat motivatie om school bijvoorbeeld terug op te pakken, hè, toen scholen wel weer gingen functioneren. En dan weer een klas naar huis moest en dan weer die in quarantaine moest en dan weer. Dus dat er nog steeds geen routine terugkwam en dat de uitzichtloosheid alleen maar toenam. En dat maakte wel, ja, we zien. En als je steeds uitzichtlozer bent en het eigenlijk niet meer zo goed weet, ja, wat is dan een psychologisch mechanisme? Dat is controle proberen te krijgen. En controle is door regels te stellen. Dat is, zeg maar, vanuit de overheid, vanuit de samenleving, een enorme behoefte aan regels en controle in een periode dat je het eigenlijk allemaal niet zo goed weet. En dat je, nou, zeg maar, massaal als het ware in een soort angst en uitzichtloosheid terechtkomt. En voor kinderen en jongeren die sowieso al een kwetsbaarheid hebben, dan zie je dat die controle niet alleen maar over regels gaat, maar dan gaat het ook over controle als in, ja, dat je zelfbepalendheid alleen maar toeneemt. Of dat je controle hebt op je eten. We zien een enorme toename aan jongeren met eetstoornissen. Ja. En niet zomaar eetstoornissen, waarbij de groep kinderen die ik veel in onze praktijk zie, daar is dat mechanisme aan controle is zo ernstig dat er ook sprake is van forse ondervoeding, van een ander controlemechanisme. Maar dan hebben we het over toename van wat we dan anorexia noemen. Ja, ja, ja. Dat is dan of bulimie of wat waar, nee, over algemeen anorexia met ondervoeding. Ja, met ondervoeding. Ja, ja, ja. En want het is interessant wat je zegt, het beeld. En ik herken het ook wel. Verschillende opzichten, ik heb er zelfs nog wel over geschreven, dat je in een van de manieren waarop men op angst reageert, is inderdaad het willen bezweren door regels, hè, door een nieuw soort zekerheid waar je in ieder geval aan vasthoudt. En dat, ik kan zeggen, maatschappijbreed wordt het dan zichtbaar in, nou ja, afvaardigen van regels, hè. Ja, dat precies. Is bijna een soort van mythische bezwering, of mondkapjes op, of het nou werkt of niet. Precies. We doen het, dus we hebben nu in ieder geval een manier waarop we die angst te lijf gaan. Dus daar zit ook bijna een iets van bijgeloof in het stellen van de regel als zodanig. Ja. Maar goed, op een hele persoonlijke schaal heb je ook dus die behoefte. Precies. He, want je kan zeggen, nou, of ik ga me helemaal scharen achter de publieke opinie en ook, we moeten dit, we moeten dat. Dat is ook toch iets van, dat je een soort ook een bezwering. Precies, Maar bij een andere manier, bij die kinderen op je, en waar het gaat om je eigen leven, kun je natuurlijk ook voorstellen dat mensen inderdaad zelf het gevoel hebben, ik kan niet meer naar school, ik kan dit niet meer, ik kan mijn vrienden niet meer zien, ik kan een ervaring van onmacht, onzekerheid, en dat je dus eigenlijk gewoon iets gaat doen, en dat is wat jij zei, om
om nog je eigen handelingsvermogen precies, te ervaren. Precies, precies. Ik kan nog iets ja, doen. Ja, ja, en dat kan ja. dus gewoon zelfs zijn, de eerste controle, ik eet niet meer. Precies, dat is ook een controle. Hè, ja. Dan heb je weer controle op je eigen lijf, op wat je voelt. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is dan natuurlijk in de psychiatrie iets wat we vaak meemaken. Eetstoornissen is over het algemeen, scharen we dat ook onder zelfbeschadigend gedrag ja. eigenlijk. Ja. Maar zo zien we ook dat kinderen, jongeren zichzelf ook beschadigen. Zichzelf dingen aandoen. En dat is ook een vorm van controle krijgen. Dat klinkt heel raar, maar dat is ook een vorm van controle als het ware weer krijgen. Hè, als zeg maar de grenzen en de onduidelijkheid in je leven zo groot is, ja, dan wil je als het ware de contouren van je lijf bij wijze van spreken ook weer voelen. En als je dan heb je bijvoorbeeld over toename van snijden. Ik vind het woord snijden ja. altijd zo naar. Nou ja, beschadigen. Hè, maar jezelf ja. beschadigen, ja. Ja, ja. En dat hebben we ook gezien en dat is nog steeds gaande. Ja, en de heftigheid waarmee dat is en de volhardendheid waarmee dat is, dus dat het steeds lastiger wordt vanuit hulpverlening om daar ook om daar interventies op te doen, dat is wel wat we steeds meer zien. Dus het is steeds weer barstiger aan het worden. En als je dan zegt een toename, waar moet ik aan denken? Zijn daar cijfers over? Nou, ik heb wel gezocht naar, ja. naar daar echt al cijfers over. Het is vooral een enorme klinische indruk. We zien het aan de, ja. Aan de opnameafdelingen. Heb jij je dan bijvoorbeeld te maken met een, laten we zeggen 10%? Of zeg je nou nee, dat is echt wel, ik zie bijna een verdubbeling of wat... Dat, ik zou het zo niet kunnen zeggen, nee. Want wat ik ook wel belangrijk vind is dat... Dat dit al gaande was voordat corona überhaupt in ons leven kwam en voordat we deze maatregelen moesten nemen. Dus ik heb eerder het idee dat het blootlegt, maar er was al sprake van een enorme toename. En er was al sprake van eigenlijk veel meer aanmeldingen die wij krijgen dan dat we aankunnen. Waardoor kinderen nog langer op een wachtlijst moesten blijven, waardoor kinderen niet meer op school konden functioneren en dus op school uitvielen. En dan dus niet even voor een week uitvallen en dat je dan hulp kunt krijgen, maar 9 maanden uitvallen en dan pas hulp kunnen krijgen. En dan pas gaan snappen in zijn omvang wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Ja, en dan heb je ook nog op dit moment de situatie in de jeugdzorg die precies. met de decentralisatie juist. Bepaald niet nee. op orde is nee. in alle gemeenten. Nee. Om het nee. maar eufemistisch precies. uit te drukken. Dus precies. je hebt aan de ene kant een toename en aan de andere kant eigenlijk hulpverlening precies. die steeds meer onder druk staat. Ja. Precies, precies. Ja. En dat was al gaande. He, dus wij zagen, we hebben natuurlijk alle maatregelen steeds natuurlijk geponeerd dat is om de zorg te ontlasten, om code zwart te voorkomen als het ware. En binnen de jeugdzorg zeggen we eigenlijk al, het is al bijna 5 jaar code zwart. We hebben al zo lang te maken met zoveel meer aanmeldingen dan dat we aankunnen, dat we ons daar ernstig zorgen over maken. En heel eerlijk gezegd, dat is niet, komt niet door de decentralisatie, maar de decentralisatie heeft dat nog wel eens nog scherper neergezet. Nee, precies. Nee, de decentralisatie, je hebt het ook een, dat is niet de veroorzaker nee, ook van nee. de problematiek. Nee, het is hooguit luxerend geweest. Precies, ja, is de, ja. je kunt het niet meer goed opvangen, maar nee. dat maakt het dus erger in dat ja, opzicht. Maar, ja, ja. Ja, dan heb je het eigenlijk dus over een breder onderliggende problematiek. Is dat wereldwijd zichtbaar? Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik weet wel dat er ook allerlei andere landen zijn waar, of in ieder geval dat er ook internationaal onderzoek is, waaruit wel vergelijkbare dynamieken gezien worden. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat op allerlei andere plekken is ook jeugdzorg weer op een andere manier georganiseerd. Ja. En in hoeverre dat nou weer te maken heeft met een toename van problemen, of dat er hoe dan ook een toename is van problemen, omdat de wereld ingewikkelder is geworden. Daar durf ik niet op te bespiegelen. Ja. Ik kan hooguit daar ideeën over hebben. Maar dat kan ik niet met hele harde cijfers aangeven. Nee, maar goed, je zegt wel van voor die coronacrisis zagen we al die stijging. Ja. En vervolgens krijgt dat een versnelling ja. ten tijde van corona. Ja.
Denk jij dat, als je dan toch specifiek hebt over de situatie rond corona, dat men eigenlijk de jongeren uit het oog is verloren, een deel van de, laten we zeggen, de politiek? Ik denk zeker dat de jongeren veel te weinig stem hebben gekregen. Dat is wat ze zelf ook zeggen. Ze zeggen ook zelf, wij zijn ook helemaal niet gehoord als groep wat het met ons doet. En er is natuurlijk lang ook een druk op hun gelegd. Hè? Als in, dit doe je, dit doen we met z'n allen. En dit is dus het offer wat jullie ook moeten brengen. Om ervoor te zorgen dat je oma niet ziek wordt. Hè? Dus dat soort letterlijke teksten zijn natuurlijk ook gebezigd. Dus er is een enorme druk op hen gelegd. Hoe luisterde jij dan naar, dus naar dat soort teksten? Nou, dat vond ik echt buitengewoon ingewikkeld. Want ja, natuurlijk gaan we verantwoordelijk met elkaar om. En dat probeerden we altijd al. Mm-hmm. En natuurlijk, als jij verkouden was en je had een oma die niet zo goed meer was, natuurlijk zei je dan, weet je oma, dan kom ik niet langs. Dus op zichzelf denk ik, hoef je daar niet daar hoef je niet nog eens de nadruk op te leggen. Maar dat we collectief van een groep zijn gaan vragen om collectief te gaan zorgen voor een groep die ook voor jou onbekend is. Nou, ik zie ook onder onder de groep jongeren die niet een psychiatrisch beeld heeft, zie ik dat echt een enorme last op hun schouders gelegd heeft. Je werkt natuurlijk ook uitdrukkelijk ook met schuldgevoel. Hè? Zeker. Zeker, dus, ja. Waarbij jouw eigen situatie per definitie ondergeschikt is gemaakt. Precies. Precies. Terwijl deze fase voor kinderen en voor jongeren, is een hele. Elke fase in de kinderleeftijd, zeg maar, tot de volwassenheid, kent zijn eigen dynamiek en is superbelangrijk. Hè, er zijn kinderen die nu 2, 3 jaar oud zijn en die in hun beleving een leefwereld hebben, dat het normaal is dat je met mondkapjes oploopt, dat het normaal is dat je elkaar niet knuffelt, behalve dan dat jouw ouders dat doen, bij wijze van spreken. Ja. Dus het is er is een groep kinderen, hele jonge kinderen, voor wie de huidige omstandigheden heel normaal zijn. En ja, het is verre van normaal. Er is ook een groep kinderen we weten ook dat hun fysieke gezondheid, dat kinderen dikker zijn geworden. Dat kun je soms ook zien gewoon. Ja, en dat is natuurlijk heel ernstig. Ja. Dat is echt heel ernstig. Want daarmee creëren we ook, en we weten ook dat als je op jonge leeftijd overgewicht hebt, dat dat op latere leeftijd veel en veel lastiger is om daar goed mee om te gaan. Dus en aan alle kanten, in elke leeftijdsfase, heeft het zo zijn invloed. De kinderen in de basisschoolleeftijd, in de latentiefase, ja, daar is makkelijk contact met elkaar hebben, kunnen spelen. Met alle quarantaines die er zijn geweest, alle angsten die daarbij gespeeld hebben. Ja, dat heeft invloed op ze gehad. En dan hebben we het alleen nog maar over de gezonde groep kinderen. Ja, ja. Dus de kinderen die niet per se kwetsbaar zijn in hun informatieverwerking. En dus niet extreme gedragsproblemen gaan krijgen. Maar die het ook al heel erg lastig hebben gevonden. En dat is wel wat uit onderzoek wel blijkt. Hè? Dus er zijn allerlei onderzoeken gaande, ook al voor corona, die kijkt naar de naar het psychisch welzijn van gezonde groep kinderen tegenover een groep kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Nou, dat onderzoek liep al voor de coronamaatregelen. En nou, dat is natuurlijk nu weer herhaald. Daarvan zie je wel dat het algehele psychisch welzijn, dat voor de hele groep is afgenomen. Ja, ja, ja. En, dus voor beide categorieën. En nou is het wel zo dat we weten dat die, laten we zeggen, gezonde groep, dat de veerkracht daar veel groter is. En dat we ook vertrouwen op de veerkracht van kinderen, dat ze daar weer een weg in vinden. Dus dat ze weer hun achterstand, dat ze die weer kunnen opvangen, als het ware. Veerkracht bij kinderen en bij jongeren is over het algemeen, bij gezonden, is dat heel erg groot. Ja. Alleen de veerkracht bij de groep kinderen en jongeren waar ik mee te maken heb en de gezinnen waar ik mee te maken heb, die veerkracht is niet zo groot. Want die veerkracht die is al
die is al verminderd door die enorme kwetsbaarheid in het gezin. Ja. Je moet je voorstellen dat als jij een kind hebt wat zo bij continuïteit en routine gebaat is. En dan ga je weer wel naar school. Dan moet je het online doen. Dan moet je een toets maken, maar het is niet helemaal duidelijk waar je toetsstof nou eigenlijk over ging. Dus als dat dan speelt. En dat kind gaat niet zomaar een beetje mopperig worden, maar die gaat agressief worden. En die gaat ook zijn zusje bedreigen. Omdat in dat beeld de zorgen en de angst en de controleverlies zo groot is, dat dan de reactie is. Dus de emotieregulatie is zo beperkt en de impulscontrole is zo beperkt, dat ze direct als het ware door het plafond heen schieten. Ja, dat doet iets in een gezin. En als jij als vader dan ook nog eens thuis moet werken in een kleine omgeving, en als jij als moeder ook thuis moet werken en de wifi doet het niet goed, en omdat de wifi het niet goed doet, is de stress heel erg hoog in het gezin. Ja, dan zie je dat hoe hoger de stress is, hoe groter die gedragsproblemen zijn. Nou, dat is wel de groep jongeren, kinderen, gezinnen waar ik mee te maken heb. Dat zijn krassen. Die anderen hebben veerkracht, die hebben nare dingen meegemaakt. Dat is een periode van onduidelijkheid. Maar hun veerkracht zorgt er weer voor dat ze met die periode om kunnen gaan. Maar de groep waar ik mee te maken heb, daar komen krassen op de ziel, zeg maar. Ja, ja. Ja, nou ja, je zegt we zien dat die periode natuurlijk op iedereen een verschillende uitwerking heeft. Ook op verschillende gezinnen, verschillende uitwerkingen. Je wijst erop dat bijvoorbeeld kinderen door een gebrek aan beweging dikker worden. Er worden dus nu ook wel sporen getrokken voor komende jaren. Voor sommigen misschien wel voor de rest van hun leven. Ja. En dan heb je natuurlijk ook altijd, je zegt veerkrachtig en slecht functionerende gezinnen waar jij mee te maken hebt. Nou, dat is natuurlijk ook altijd een groep die het normaal gesproken wel overeind houdt. Ja. Die misschien een beetje daartussen zit. Precies. En waar je ziet dat dit eigenlijk net de druppel is die de emmer doet overlopen. Precies. Of die. Ja. En daar ontstaat natuurlijk die toename door. Dat is wat ik wel veronderstel. Is het nou zo dat op het moment dat je als kind daarin terechtkomt, in zo'n pathologie in feite, dat ook hoe dan ook een langjarig traject wordt? Dus is er als het ware een fase waarin er iets gaat gebeuren? Waarin je zegt, dit wordt nu een lang traject om hier, om dit recht te trekken. Je zegt, die veerkrachtigen, die kunnen kennelijk vrij snel. Of is dat ook weer heel divers? Ja, dat is heel divers. Dat is echt heel divers. En in de kinderjeugdpsychiatrie waar ik in werk, ik zal niet zeggen dat wij nou helemaal aan het einde van de lijn zitten. Maar wij zitten wel. En dat was altijd al zo. Hè? Dus wij hadden altijd al te maken met hele complexe problematiek. Die niet zomaar, precies. Ja. Oké. Maar het is wel zo, denk ik, dat bijvoorbeeld als je kijkt naar kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met met aandachtsproblemen. Mm-hmm. Ga ik het niet gelijk een stoornis noemen, want dat vind ik trouwens ook een heel lelijk woord. Maar dat je aandachtsproblemen hebt. Als je aandachtsproblemen hebt en je trekt het eigenlijk nog, want op school is nog voldoende aandacht voor je, omdat de docenten jou goed in het snotje hebben en met je rekening kunnen houden, net aan op het niveau wat zij aankunnen en wat voor jou goed is. Dat er nog een netwerk is waar je af en toe even naartoe kan, zodat je ouders ook even af en toe even tot rust kunnen komen, zeg maar. Ja, dus dan is het allemaal nog oké. Dan zijn die aandachtsproblemen is wel een probleem, maar het is doable, zullen we maar zeggen. Want begrijp ik dan goed dat je zegt van jou, die aandachtsproblemen, juist wanneer je een structuur krijgt, dan voorkom je dat het verergert. Juist. Hoe manifesteren die aandachtsproblemen zich? Wat moet ik daaronder verstaan?
Nou, aandachtsproblemen laten zich zien in chaotisch gedrag, in een moeilijke impulscontrole. Dus en je hebt verschillende varianten, ja, zeg maar, ja, daarbinnen. Ja. En je hebt ook aandachtsproblemen, dat je juist heel erg naar binnen trekt en dat je dromerig wordt, dat je vergeetachtig wordt. De rommel niet meer kunnen structureren en in de rommel, dat het ook rommel in je hoofd wordt en de structuren niet meer hebben. Zo laten aandachtsproblemen dat zien. Precies. Dus en dat uitzicht dus in verschillende vormen. Kan bij de een kan het zijn, bij wijze van spreken, wegdromend of maar op je telefoon zitten te kijken. Niet meer in actie komen. Alles precies. Laten versloffen. Je kamer niet meer opruimen. Te laat komen. Je afspraken vergeten. Maar het is eigenlijk wat ons leven normaliter structureert. Hè, wat ze natuurlijk bij hersenonderzoek de neocortex noemen. Ja, precies. Het deel van het brein wat dan de mens ook pleegt te onderscheiden van dieren. Precies. Maar dat deel eigenlijk niet meer tot volle ontplooiing komt. Precies. Precies. En dat is vanuit de omgeving en alle zeg maar, aanpassingen die je doet vanuit de context, is dat heus nog wel te doen. Het is echt niet zo dat je moet dat trainen ook. En dat moet je trainen, maar de omgeving moet daar enorme hulp bij bieden, als het ware. Maar op het moment dat jouw ADHD, die op zich nog wel doable is, ervoor zorgt dat je het op school niet meer redt en dat jouw achterstand zo groot wordt dat je het niet meer overziet en dat je eigenlijk de handdoek in de ring gooit. Ja. Dat is het moment waarop een schooluitval gaat ontstaan. Als een schooluitval ontstaat, dan ontstaan er spanningen in een gezin. He, want die moeder die zegt, schiet nou toch op, je moet het gewoon doen, want je moet aan je toekomst denken. Ja. En dan ontstaan er ergernissen en niet zomaar ergernissen, maar dat worden dan hele grote ergernissen. En dan kan agressie ontstaan. En dus dan wordt het als het ware van kwaad tot erger. Dat het van kwaad tot erger wordt, dat is die groep waar ik me zo'n zorgen over maak. Ja. Omdat er echt een groep is die met aandachtsproblemen het gerust redt. Gerust met een vorm van autisme het gerust redt. Ik bedoel, dat is echt niet zo dat als je autisme hebt, dat het dan lastig als is. Als die structuur maar stabiel is. Als die omgeving maar stabiel is. En de omgeving is door door de maatregelen die we genomen hebben, is die stabiele omgeving ineens enorm opgeschud geweest. Ja, en dan zie je dus ook de sociaal zwakkere en de sociaal sterkere milieus. Precies. Een groot verschil. Precies. Dus als we het dan nu zo over de ongelijkheid hebben, dan begint dat natuurlijk daar al. Absoluut, absoluut. Dus dat wordt uitvergroot. Dat is ook heel lastig om daar met school iets aan te doen wanneer die school zelf niet in optimaal vorm kan functioneren. Nee. Want ook voor docenten was natuurlijk het heel erg ingewikkeld om ineens een vorm van onderwijs te gaan organiseren. Wat ze zich niet eigen hadden gemaakt. Je hebt natuurlijk ook gewoon veel minder zicht op wat er achter dat scherm gebeurt. Zeker. Kijk, dat geldt voor mij ook nog. In de collegezaal zie je al of mensen bij de les zijn of precies. Niet. Dat begint precies, het al. Precies, precies. Ja. Je ziet of dat mensen zich aan regels houden of niet. Hè? Dus dat is ook al zichtbaar. Ja. Die zitten te praten en daar kun je iemand op aanspreken. Ja, precies. Dus het zijn maar hele kleine dingen. Precies. Maar het betekent toch dat er een vorm van socialisering daar optreedt. Zeker. Dus dat heb ik ook bij dat online onderwijs. Kijk, zeker bij sommige groepen, grotere groepen waar ik kan doseren. Ja, iedereen had zijn scherm op zwart, weet je. Ja, dan zeg je van, jongens, kunnen we misschien een paar, tenminste, het scherm gewoon precies. aanzetten. Ja, precies. Je weet helemaal niet wat erachter gebeurt. Je weet niet wat erachter gebeurt. Nee. Dan heb je het over hoogopgeleide. Precies. Hè? In beginsel. Precies, ja. Die hebben het al, je al hoe moeilijk die het hebben. Ja. Nee, maar ik heb het ook wel gezien hoor, afgelopen periode. Ook echt mensen van, toch in de 20, die echt ook neerslachtig werden. Ja, precies. Ik sprak gisteren iemand die zei, Facebook-generatie. Ik zei, natuurlijk. Aan de ene kant kun je zeggen, we moeten allemaal wel iets kunnen verdragen. Je mag best een beroep doen
Nou, ja. Wat dat betreft ook op de veerkracht. Zeker. Ook van de generatie. Ja. En mag je ook op vertrouwen. Ja, maar je moet niet onderschatten wat je allemaal doet. Precies. Precies. En dan weer terug op jouw vraag van alweer een tijdje geleden is... hebben we daar te weinig oog voor gehad? Ja, ik denk dat we daar veel te weinig oog voor gehad hebben. Te gemakkelijk... Ja, de gevolgen ervan. En we weten nog steeds niet wat de gevolgen op lange termijn voor die kwetsbare groep zullen zijn. Dat weten we niet. In het najaar van 21 niet meer dezelfde fout heeft gemaakt. Nee. Dat merkte ik op de universiteit ook. Ja. Het besef dat dit toch wel echt schadelijk was. Precies. Dat muntje was wel gevallen. Ja. Het verbaasde mij, want ik heb me al in 20 uitgesproken. Ik kon me meteen zo voorstellen wat voor effect dat had op jongeren. Ja. Ik vraag me soms ook, hebben we te weinig verbeeldingskracht of zo? Kun je niet begrijpen? Kun je niet terugdenken hoe het leven was toen je ik kan het heel goed toen ik puber was. En ik van, maar ik moet er niet aan denken dat dit zou zijn. Ik bedoel, ik had me wel gered hoor, want ik maakte muziek en ik had mijn vrienden en zo. Ook dat weekend hè, en uitgaan en dingen doen met elkaar. Ja. Dus, weet je wel, dat was zo belangrijk. Ja, precies. Het is net alsof, tenminste zo probeer ik er maar naar te kijken, dat de collectieve angst die er ontstond omdat er een situatie was die mogelijk voor iedereen gevolgen had, dat die collectieve angst zo ons verlamd heeft om over die schaduw van al die controlemaatregelen heen te kijken. Dat het niet lukt om over die schaduw. Nee, precies. Ik heb er al eens over uitgesproken. Ook, als je dat doet in de media, dan krijg je al heel snel felle reacties. Ja. Hè? Mensen die echt daar bijna hysterisch op reageren. Ja. Ja. En dat, als je het hebt over geestesgesteldheid. Dit was denk ik ook al zichtbaar in de periode daarvoor. Hè? Precies. Precies. Dus we hadden al toestand van toenemende polarisatie. Ja. En zeker. Ook natuurlijk met allerlei internetbubbels en agressieve uitingsvormen. Ja. Ja. Maar het leek wel alsof dat nog in een versnelling kwam. Ja. Dus ook... ik denk ook wel dat corona en de daaropvolgende maatregelen legt een hoop kwetsbaarheden bloot in onze samenleving, in de manier waarop we het georganiseerd hebben. Dus bijvoorbeeld ook zo duidelijk dat er gezinnen zijn die zeggen, het is echt wel een zegen dat we hebben gewoon eens rust om op zondagochtend met elkaar te ontbijten. Want je hoeft niet direct weg met van allerlei en nog wat. Dus dat de relatieve rust die er ontstaan is in... Daar had zeggen, iedereen het trouwens ook al. Ja, maar heel veel mensen. Heel veel mensen, precies. En dat is toch ook wel heel erg interessant. Het is echt interessant dat op het moment dat het ons opgelegd wordt, dat we dan ontdekken, dit levert eigenlijk ook nog wel wat op. Zeg. Ja, vroeger had je natuurlijk een zondag rustdag. Dat zijn natuurlijk niet voor niks. Niet voor niks, En dat zijn we dus een soort van kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Een heleboel van die dingen, daar hebben we eigenlijk ook de zin niet meer van ingezien. Nee. Terwijl die zijn vroeger natuurlijk ook ingesteld, ook voor een deel om het geestelijk welzijn in een samenleving te bevorderen. Precies, precies. Ja, dat is niet alleen maar om die begrippen gewoon van die rust, reinheid, regelmaat. Ik bedoel, dat klinkt nou natuurlijk niet heel erg catchy, zullen maar zeggen. Dat klinkt eigenlijk heel ouderwets. Maar tegelijkertijd weten we wel, en dat zien we dus juist bij, zie ik dus met die kwetsbare groep, dat nou net zo van belang is. Nou, voor een deel is dat gezinnen gelukt, als het ware. Ja. Doordat er ook een hoop dingen ineens niet meer hoefden. Ja. Maar daarna zijn we opnieuw weer in de red race terechtgekomen. Met de onderwijsachterstanden. En dit liep niet goed. En dit wordt weer gevraagd. En hier is onduidelijkheid over. Ja, dat zorgt ervoor dat veel toch door het ijs heen zakken. En dat is wel wat corona zo blootlegt. Ja. Ja. Ja, en ik merk ook dat ook maatschappelijk ook de rust ontbreekt. Zeker. Ik was bij een bijeenkomst met een aantal bestuurders en ambtenaren. En wat me opviel is hoe geagiteerd. Want iedereen was zo. Ja. En je ziet het in de kamer ook. Hè? Het is zo opgefokt allemaal. Ja, ja. En dat is denk ik ook wanneer je het dan hebt over zo'n groep. Als dat het klimaat is waar je in zit. Precies. Dat heeft natuurlijk echt een weerslag op je welbevinden. Ja, ja,
Ja, nou ja, dat is ook wat we heel vaak doen als eerste stap als kinderen, jongeren, gezinnen bij ons aangemeld worden. Is om te kijken hoe je je stress kunt verlagen. Ja. Als ze bij ons komen, dan is de stress ontzettend hoog. Dus eerst maar eens kijken om de stress te verlagen. Nou, om te kijken welke prikkels zorgen ervoor dat jij zoveel stress hebt. Om inderdaad weer wat meer regelmaat te hebben in het leven. Om dus dingen niet meer te doen. Om een niveau lager op school te gaan functioneren. Of niet meer alle dagen naar school gaan. Omdat je alsmaar, je zit als het ware voortdurend in die grens van wat je aan prikkels aan kan. En als je daar alsmaar overheen gaat, ja, dan hou je geen energie over om je emoties onder controle te houden. Om nog eens even een stapje achteruit te doen. Te denken, hey, wacht even, wat gebeurt er hier eigenlijk? Dus hoe gestrester we zijn, hoe groter, hoe meer emotieregulatieproblemen er zijn. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook herkenbaar. Ja. Tijden dat het druk is. Precies. Ik kan me dat ook wel herinneren, hoor. Ik probeer er altijd wel zelf alert op te blijven, maar ik heb soms ook erg druk. En dan, je merkt toch, zeker wanneer dan de slaap erbij inschiet of zo, je makkelijker geagiteerd raakt, weet je. Dat is echt iets wat natuurlijk gewoon heel breed op dit moment voelbaar is. Ja, precies. En dat is denk ik wat het nu wel zo blootlegt en dat onze kwetsbare groep waar ik mee werk, dat die dat veel sneller hebben. Dus die zijn bijna een soort van de vogeltjes in de mijn, als het ware, die aangeven, omdat zij geven heel goed aan eigenlijk dat we het maatschappelijk niet goed doen. Is. Precies. Ja. De canary in de coal mine. Precies. Dat is grappig, een mooie vergelijking. Ja. Alsof ze een soort meeresoneren, een soort uitvergroting van wat er gaande is. Ja. Ja. Ja, ik hoorde vrij recent dat nummer van Bowie en Queen, Under Pressure. Dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja, hè? Precies. Want die stress is eigenlijk ook dus de druk. Dat is het. Ja. Ja. En als je dan, wij zeggen heel vaak, dan als de stress zo hoog is, dan kom je om in je dagelijkse functioneren nog je te kunnen handhaven, dan kom je eigenlijk in je soort van je krokodillenbrein. En je krokodillenbrein is gewoon... Het koude overlevingsmechanisme. Precies. Ja. Dat is waar je dan in terechtkomt. Precies. En als je in je krokodillenbrein zit, dan is het heel erg lastig om even uit jezelf te stappen en te zeggen, oh, maar wacht even, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En oh, wat ik doe heeft invloed op jou en wat jij doet heeft invloed op mij. Ja. En hoe kunnen we hier samen goed uitkomen? Dat vraagt als het ware dat je kunt uitzoomen. Ja. Maar als je in je krokodillenbrein zit, dan kan je helemaal niet uitzoomen. Ja. Dat is grappig. Ik heb het toevallig deze week met studenten nog over gehad, naar aanleiding van een boek van Robert Bly over de Sibling Society. Ik kan het je van harte aanbevelen, de adolescentenmaatschappij. Maar die op een gegeven moment ook heeft deze notie introduceert, naar aanleiding van het sprookje Jan en de bonenstaak. En dat het eigenlijk dat gevecht met die reus, dat dus wijst op die, eigenlijk op dat reptiele brein, dat koude bloed van de pure overleving. Precies. Maar ook van de... Ja. Het egocentrisme of de vraatzucht of de agressie en de macht zit eigenlijk hele element, primaire, maar asociale. Ja. En die zijn niet, daar heb ik geen negatief oordeel over, of ik veroordeel het niet. Je moet ook overleven. Het is wel, als je daar dus weer naar kijkt, dan denk je, we doen dus met elkaar iets niet goed. We doen het niet goed. Ja, en dat schetst hij inderdaad als jaren 90 al, dit boek. Maar hoe hij dat inderdaad relateert aan wat hij dan noemt een bepaalde cultuur, dus de sibling society. Ja. Waarin we eigenlijk niet meer in staat zijn om die, eigenlijk een volwassen leven te ontwikkelen. Precies. En daarmee dus ook schade berokkenen. En dan kom je in een maatschappij van halfvolwassenen. Dus dat gevoel krijg ik inmiddels ook wel eens wanneer ik af en toe beelden uit de kamer zie. Dat ik denk, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja. Volwassenen, de toon die ze aanslaan, precies, hoe ze met elkaar omgaan. Precies. Alsof je nou... Ja. Dat heeft natuurlijk geschiedenis. Ja, dat heeft geschiedenis. Ja. 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 En dat doen ze daar, maar dat is een afspiegeling van hoe we als samenleving het aan het opbouwen zijn. Ik bedoel, ja. Ja,
Wij zijn dat zelf. Ja, nou dat vind ik interessant. Hè? Je hebt het over die aandachtsproblematiek. Die je dan juist niet met het reptiele brein. Je hebt ook nog het warmbloedige zoogdierenbrein. Ja. En dan vervolgens dus die neocortex. Het komt op een bepaalde manier ook heel erg overeen met het Aristotelische zielsbegrip van die verschillende lagen. Waarbij het altijd omgaat dat een harmonie wordt ontwikkeld. Dat is echt het Griekse model. Maar nou leven we natuurlijk ook in een tijd waar op een extreme manier onze aandacht opgeëist wordt. Ja. Door bijvoorbeeld sociale media, media überhaupt. Je hebt een hele industrie eigenlijk zo langzamerhand gekregen. Rond het triggeren van allerlei patronen die misschien vooral commercieel dus interessant zijn. Ja. Wij zijn nog opgegroeid in een tijd zonder mobiele telefoon. Ik merk zelf dat ik toch ook wel een halve junkie ben. Nou, als ik er gewoon eerlijk zeg, ik ben eigenlijk gewoon best wel veel bezig. Ja. Terwijl ik toch ook behoorlijk wat wegleg nog. Hè. Ja. Dus ik weet ook dat bij bepaalde mensen. Maar nog denk ik van, maar je zit toch wel weer te kijken. Ja. Maar zo groeien kinderen natuurlijk wel op ook. Ja, maar ik heb heel lang geleden in het onderwijs ben ik ooit begonnen. Ja. Als juf. En ik weet nog dat ik daar, had een groep 3 en we hadden ook een parallelgroep 3. Ja. En in die parallelgroep 3, daar zat een oud kleuterleidster. Dus die was ooit kleuterleidster geweest en die was uiteindelijk in een groep 3 terechtgekomen. En die wist, en dat is, laten we zeggen, 35 jaar geleden. Ja. En die vertelde toen al, ik zie zo'n verandering bij kinderen. Dus toen, toen al. Want vroeger. Over welke periode hebben we het dan? Nou, dan hebben we het over, even denken, jaren 80. Jaren 80. Ja. Ik ben in 84 gaan studeren en in 84 ben ik voor de klas gaan komen staan. Ik heb die combi gedaan. Ja. Dat die leerkracht al zei, vroeger, dus dat was haar perspectief al. Vroeger kon ik in de kring een verhaal vertellen van een kwartier en dan had ik kleuters een kwartier lang had ik de aandacht. Geboeid. En had ik gewoon alleen op wat ik vertelde. En ze zei, en nu, ik moet er voortdurend toeters en bellen bij halen, moet bewegingen doen, en nog weer even met je handen wat doen. Dus er moest meer show als het ware neergezet. Ja. En dat is de rust om naar een verhaal te luisteren. Nou, dat is dus al zo lang geleden. Ja. Ik kan me nog zo herinneren dat ze dat vertelde. Nee, maar kijk, ik denk dat dit natuurlijk een stapsgewijze revolutie is. Precies. Ja, dus zitten nu helemaal aan het einde. Ja. En corona is volgens mij helemaal de katalysator waarin we helder krijgen. Ah nee, absoluut. Dus, wanneer je kijkt naar de introductie van de televisie. Hè, wij zijn televisiegeneratie. Hè, maar dat was nog eigenlijk heel bescheiden. Ja. En als je het vergelijkt met wat in de jaren 90 gebeurde. Ja. He, toen wij in de jaren 70 opgroeiden, je had de Tita Tovenaar of zo. Overdag had je testbeeld. Precies, ja. Er was toen ook elk bewustzijn bij de politiek van, we hebben de kijk- en luisterwet of zo, mediawet. Dus dat mocht niet uitgezonden worden. Nee, commerciële televisie werd tegengehouden. En dat was natuurlijk vanuit een soort pedagogisch blik. We willen niet dat iedereen maar voor de televisie hangt. Ja. Er is natuurlijk met video's en zo is er al wat gaan schuiven in de loop van de jaren 70 naar 80. Ja. En ik weet nog, ik heb van 85 tot 95 eigenlijk geen televisie gehad. Toen ik op een gegeven moment ging samenwonen, toen heb ik weer voor het eerst een televisie in huis gekregen. Ik was tegen de 30 en ik wist niet wat ik zag. Ik denk al die zenders. Natuurlijk wist ik wel dat bestond inmiddels. Ja, heel mijn leven was er niet meer op gericht. Maar dan zie je wel al dat die medialisering van ons leven echt een versnelling krijgt. Ja, ja. En dat is natuurlijk met, toen kwam internet, jaren 90. En mobiele telefoon, het nieuwe millennium. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ja. En tegelijkertijd zie je dat die aandachtsproblematiek groter wordt. Die wordt groter, En dat is niet het enige, maar ik denk wel dat het mee een enorme factor is. Ja, ja.
Ja. Maar ook bijvoorbeeld in de, nou ja, in de fase van de adolescentie gaat het natuurlijk over je identiteitsontwikkeling. Ja. En identiteitsontwikkeling betekent dat je dingen aan het uitproberen bent, dat het misgaat en dat het, nou, dat, ja, dat het oké is, dat het mis mag gaan. En dat het langzamerhand gaat, nou, dat je gaat ontdekken, wie ben ik, waar ben ik goed in, wat kan ik wel aan, wat kan ik niet aan, wat kan ik beter wel doen, kan ik beter niet doen. En dat dat ook gebeurde, als het ware, in de veiligheid van dat je daar ook onderuit mocht gaan. Ja, als je nu onderuit gaat, ja, dan wordt het zo uitvergroot. Dus het mogen... Kun je weer afschermen. Ja. Ga je naar games of ga je... En je gaat in plaats van dat je naar een meisje toe gaat, ga je misschien swipen dit is ongeveer het ontstaan van Facebook. Ja. Hè? Dat is toch ook een beetje een nerd die... Die de meisjes met foto's ging vastleggen en dan dat die jongens konden... Ik bedoel, dat is de ontstaansgeschiedenis van Facebook. Ja. Dus er zit ook een soort sociale, nou ja, bijna pathologie, zou je zeggen, in de ontwikkeling van die media. Ja. Nou ja, goed, en ik ben echt niet van de generatie die zegt vroeger was alles beter, want dat helpt ook helemaal niet. Nee. Maar ik denk wel dat wat er nu gaande is, dat het... Nou ja, ik hoop zo dat we met elkaar het appel op kunnen pakken om te gaan, om ook als het ware de goede elementen die we ontdekt hebben, namelijk wat doen we met een groep kinderen die zo kwetsbaar is en zo prikkelgevoelig is, kunnen we daar toch niet iets anders voor bedenken? Kan het niet zo zijn dat we bijvoorbeeld binnen het onderwijs, dat we voor sommige jongeren een deel, zeg maar, beeldbellend of online onderwijs, dat juist helpend is, maar dat we dat dan ook mogen creëren. En dat voor een deel dat helemaal niet het geval is. Maar dat we dus veel meer daar in maatwerk die context kunnen neerzetten waarin kinderen kunnen gedijen. Ja. Want we weten hoe belangrijk de context is om te kunnen gaan met je kwetsbaarheden. En als we dus die context alleen maar als een soort eenheid neerzetten, zo is het. In het onderwijs, daar moet je 5 dagen in de week zijn en dat is het. Ja, voor de groep kinderen waar ik mee te maken heb, die kunnen dat niet altijd. Nee, dat is waar. Ik heb ook toch ook wel weer gezien, waar het gaat om aandachtsproblematiek. En kinderen bijvoorbeeld met leesstoornissen en zo. Dat juist een hele ouderwetse methode van... je moet een half uur in alle rust... Nu dit werkje doen of deze regels schrijven. Daarna is er weer even... Want het is een hele duidelijke structuur van rusten ook en ritme. Ja. Want die zijn we eigenlijk ook nog vergeten. Ja. Dus rust, reinheid, regelmaat, ruimte, ritme. Dat waren was er. Ja. Dus een soort precies. Van... Ja. Ik denk ook dat het onderwijs... En dat wordt door sommige buitenlandse waarnemers ook wel eens gezegd. Onderwijs in Nederland is ook wel heel onrustig geworden. Ja. Ja. Dat viel mij al op toen ik op een gegeven moment met mijn kinderen naar school ging. En ik dacht, nou, dan ga je zo'n school bezoeken. En ik van, wat een onrust. Ja. Allemaal kinderen heen en weer vliegen. En, ja. Nou ja, ik zag ook wel dat mijn jongste dochter bijvoorbeeld in het werken in groepjes. Ja, dat was voor haar echt dé manier om afgeleid te raken. Ja. Want het is allemaal te kijken naar die weg. Ja. Dan loopt die statief weer op. Ja. En die, ja. Wat dat betreft is denk ik vrije schoolkeuze ook nog wel belangrijk. Maar ook de beschikbaarheid van verschillende didactieken. Zeker. En dat is wat jij nu ook zegt. Ja. Van, bij bepaalde kinderen werkt het gewoon niet. Nee, precies. Omdat het zo onrustig precies, is. Precies. Anderen kunnen daar weer beter tegen. Ja. Die hebben misschien zelfs wel nodig. Ja. Ja. Maar er is niet een gouden didactiek. Nee. En dat doen we denk ik te weinig. Dat we te weinig, als het ware, kijken naar wat heeft dit kind nodig om te gedijen. Dat het ons lukt om daar toch wat variatie in te hebben. Ja, en afsluitend. Een van de, denk ik, redenen dat we zo makkelijk zijn omgeschakeld, 2 jaar terug, is natuurlijk ook precies die digitale omgeving. Ja. Ik denk dat we. Ik spreek ook wel eens van de pandemie van de techniek. Hè? Dat is we hadden hem 30 jaar geleden helemaal niet kunnen hebben op deze manier. Nee, omdat we niet de middelen hadden. Ja. En dat was bij het onderwijs ook. Het viel mij op hoe, zeker op de universiteit, waar alles stond klaar. Hè? Het was geen enkel probleem die overgang. Nee. Ja.
Want we hadden al de hele digitale leeromgeving. Dus nou, er werd nog even Zoom aangekoppeld en klaar is Kees. Ja, ja. Heb jij ook niet het gevoel dat we echt fundamenteel ook weer moeten nadenken? Ook, hè? Want we hadden het nou over precies die schermwereld. Dat we ook dat eigenlijk erg onderschatten, wat effecten daarvan zijn. Ja, terwijl ik ben niet modicus erop tegen. Voor sommigen is het wel een zegen. Ja. Hè, maar ik zie het bijvoorbeeld ook in de hulpverlening is e-health ook een thematiek wat al veel langer speelt. Mm-hmm. Daar zijn ook allerlei modules voor ontwikkeld. En toch kwam dat heel vaak niet echt goed van de grond. Dus hulpverleners bleven in hun eigen opvatting zitten als in... Het echte effect, echte therapeutische effect heb ik pas als ik face-to-face met iemand in een kamer zit. Terwijl er heel veel onderzoek is waaruit naar voren komt dat e-health soms een hele zinvolle bijdrage levert. Ja. Dat heeft ook een vlucht genomen, ook in de hulpverlening. Ja. Nee, dus precies, dat kan ik me voorstellen. Maar wat je nu net vertelde over die televisie bijvoorbeeld. Hè, en hoe die kinderen dus kennelijk in de jaren 80 al... Minder makkelijk geboeid konden worden. Want dat is de lijn die je ook ziet. En dus dat we ook daarmee, we hadden het net over afname van verbeelding. Je kan zeggen, nou die kinderen hadden nog een enorme verbeelding. Ja. Maar dat wanneer je vastzit aan je telefoon en dat je aandacht daar continu ook geprikkeld wordt... Ja. Op een manier waarin niet jouw ontwikkeling centraal staat, maar vooral toch commerciële belangen. En dan wordt er toch ook roofbouw gepleegd op de kinderziel. Als je dan toch een factor moet noemen, dan lijkt dit me er toch ook een. Dat geloof ik ook wel. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel pragmatisch daarin, als in maar wat... Wat zou je dan moeten doen? Wat moet je dan doen? Nou, dit moet je gezamenlijk, lijkt me toch ook, aanpakken met elkaar. Ik bedoel, in Frankrijk heb je een verbod op het gebruik van mobieltjes op scholen. Op scholen, ja. En dat is dat, je kan zeggen, nou ja, dat vinden we niet hard, maar het is wel vanuit een pedagogische visie. Zeker, zeker. Maar dat is ook wat ik probeer te zeggen, als in corona legt iets bloot als het ware, waardoor ik... onszelf ook gun dat we de discussie hierover aangaan. Nu de ergste angsten als het ware wat op de achtergrond gaan raken... komt er nu een nieuwe fase aan om te gaan bedenken... wat zegt dit ons? En hoe die pedagogische visie op de samenleving... dat vind ik wel een heel interessant gegeven. Ik had een tijdje geleden een gesprek met Bettine Vriesekoop... en het ging ook over de jeugdtraining... En toen zei ik tegen haar, wat denk jij nou dat op dit moment jou het meest in de weg staat? Ook bij wanneer je jongeren traint. Toen zei ze mobiele telefoon. Ja, ja. Ze zei van ja, ik, je merkt gewoon bij een training dat die kinderen zijn nog voortdurend bezig met die mobiele telefoon. Ja. Wat heel belangrijk is bij een training is dat je wanneer je klaar bent, dat je eventjes nadenkt over wat ik gedaan. Even reflecteren. Ja, even reflecteren. Dus dat vond ik ik gebruik hem ook, mijn kinderen ook. En tegelijkertijd denk ik wel dat er een soort van, dat we eigenlijk wel een cultuur moeten ontwikkelen. Waarin we iets meer bewust worden van het feit dat dit ook een soort... het is ook net als sigaretten. Het is een soort precies. Het is, ja. En het doet ons schade. En je kan het best gezond inzetten. Ja. Maar je moet er wel op een bepaalde manier mee leren omgaan. Ja. 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 Maar goed, ook dat moet je dan dus als samenleving... moet je erachter gaan staan. En dat moet je dan dus ook kinderen gaan leren. Moeten ze ook gewoon leren. Ja, terwijl wat ze nu leren is van jongs af aan dat ze... de allerjongste kinderen die snappen al hoe ze swipen, moeten ze maar zeggen. Dus je kunt je afvragen of dat... Allerlaatste, wat wens je ons toe nu na die coronatijd? Je zei het al even, maar we zitten natuurlijk nu nog in een traject waarin we de balans moeten gaan opmaken. Ja. Wat is in jouw ogen belangrijk? Nou ja, ik wens ons toe dat we die discussie aangaan over wat hebben we hiervan geleerd in positieve zin en in negatieve zin. Mm-hmm.
over hoe we als samenleving ons tot elkaar verhouden. Over polarisatie. Over kunnen snappen waarom polarisatie optreedt, als het ware. Zodat we weer wat dichter en weer verbindender tot elkaar kunnen komen. Dat is wat ik ons als samenleving eigenlijk toewens. Dat we de verbinding als het ware weer kunnen maken. En ik wens de gezonde groep toe dat hun veerkracht voldoende is om dit zeg maar tot een hiccup in hun ontwikkeling te laten zijn zonder dat het verstrekkende gevolgen heeft. En allerliefst wens ik ons toe dat die kwetsbare groep waar ik mee te maken heb, dat we daar dat we snappen dat in de manier waarop we het de afgelopen jaren, dus ook al voor corona, hebben georganiseerd in de jeugdzorg met allerlei budgetplafonds en de commercialisering en de aanbestedingen en in mijn beleving malligheden daaromheen eigenlijk, dat we weer ruimte kunnen vinden en ook snappen dat er een groep kinderen en jongeren is die langdurend hier last van zal gaan hebben en dus ook langdurend hulp nodig zal hebben. En dat hoeft niet per se helemaal in de meest hoogspecialistische psychiatrie te zijn, maar dat dat in alle lagen eigenlijk is. Dus dat ook in de lagen daaronder, ja, in het voorveld zoals we dat dan noemen, of in de eerste lijn zoals we dat dan noemen, dat ook daar die aandacht er voldoende voor is, zodat het niet gaat verharden. Zodat het niet langdurend een ernstig effect heeft. Ja, ik wens ons echt toe dat we daar tijd en rust voor gaan nemen. En heel plat gezegd daar ook geld voor vrijmaken. Ja. En ook andere organisatie daarvoor neerzetten. Dus dat we, dat de regelgeving en alles wat met die decentralisatie te maken heeft, dat we onszelf ook gunnen, dat we dat minder in de controlesfeer zetten en dat we daar ook wat meer ruimte in krijgen. Oké, laten we hopen dat dat advies te hard wordt genomen. Dat hoop ik. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Ja. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.